met jullie delen wat ik zo zie, weet. En iedereen is er nieuwsgierig naar, natuurlijk, naar de toekomst. Daar word ik ook veel naar gevraagd in mijn werk. Ik ben dus, zoals je al zei, een aankondigde paragnost van beroep. Ik ben ook medium, transmedium ook voor het Esoterisch Genootschap Nederland. En ja, daar wordt me heel graag, heel vaak gevraagd naar de toekomst. Want hoe gaat het verder met de economie? Hoe gaat het verder met de 15-minuten-stad? Komt dat er echt? De digitale euro? Hoe gaat het voor ons uitpakken? Hoe gaat het met de levensmiddelenindustrie? Worden wij daar nu helemaal door gevangen? Als je die 17 goals leest, zeggen zij, maar ik heb ze gelezen, ik dacht, ga het toch even lezen dan. Dan lijkt het heel mooi. Een totale controle over de wereldzeeën, over de bossen, over de natuur, over alles willen ze controleren, reguleren. Dus er is nogal wat aan de hand. Dus mensen worden wakker, mensen werken daar niet meer aan mee. Brussel krijgt er geen grip op, hun 15-minuten steden krijgen ze niet rond. En nog meer en nog meer. Dus er gaat heel wat gebeuren. Het mooiste is dat de spirituele wereld steeds sterker wordt. Mensen worden steeds intuïtiever. Men krijgt steeds meer zicht op het doel van het leven. Hè? En dat we met liefde, vergeving, barmhartigheid, hulpvaardigheid veel verder komen dan met oorlogen. Rutte denkt er ook geen seconde over na. Dat komt omdat hij zich helemaal niet meer op Nederland oriënteert. Hij krijgt een briefje mee van Brussel, daar zijn ze de opdrachten in en die voert hij uit. Dus het is helemaal niet dat ze aan Nederlanders denken. Ze denken veel groter en ze denken aan Europa. En wat wij vinden, dat vinden ze totaal onbelangrijk. We hebben ons maar te voegen in wat ze bedenken. Dus er is geen democratie meer. Je kunt kiezen wat je wilt, zij doen wat ze willen. En dat maakt niet uit wat je kiest in feite. En dat betekent dus dat die politiek, die kunnen we ook wel loslaten. Dingen lossen op en ja, we krijgen een wereldvaluta die wel eerlijk is. We krijgen een heel andere wereldhandel daardoor. En de grote machthebbers, die storten toch in. En ik heb altijd gezegd, ja, China en Rusland gaan nog een keer samen doen. En die gaan elkaar steunen. Een hele goede middag, goedenavond, beste kijkers. Welkom bij 31e aflevering van People United. Ja, even een korte voormededeling. Vorige week is helaas een uitzending van People United verwijderd door YouTube. Heel erg vervelend. Ik benadruk dat het uiterst vervelend is, omdat ik zo mijn best doe om mensen iets te laten zien. Maar helaas, dus heb ik besloten om die op Rumble te zetten. Dit soort dingen zal wel eens vaker gaan gebeuren dat een uitzending op Rumble staat, gezien de gevoeligheid van content. Dus aan de mensen die nu kijken, abonneer ook op het backup kanaal van People United op Rumble. Goed, verder. Voor afgelopen week een zeer interessant gesprek met Janneke Monshouwer, oud-medewerker van NOS en inmiddels schrijft ze boeken over haar bevindingen en over de belevenissen die heeft gedaan de afgelopen 40 jaar. Vandaag in de uitzending hebben wij niet minder dan Daan Akkermans in de uitzending. Daan Akkermans is paragnost en gaat ons vertellen en meenemen in zijn reis en wellicht ook leuke onthullingen van mijn kant. En het is natuurlijk hartstikke leuk om met Daan Akkermans hierover te praten, aangezien hij al heel wat jaartjes meegaat in dit vak. Daan Akkermans, van harte welkom bij People United. Ja, hi. Ik ben Daan Akkermans dus. En ook leuk dat ik in dit programma mee mag werken. En ik wil graag met jullie delen wat ik zo zie, weet en iedereen is er nieuwsgierig naar, natuurlijk, naar de toekomst. Daar word ik ook veel naar gevraagd in mijn werk. Ik ben dus, zoals je al zei, een aankondigde paragnost van beroep. Ik ben ook medium, transmedium ook voor het Esoterisch Genootschap Nederland. En ja, daar wordt me heel graag, heel vaak gevraagd naar de toekomst. Hoe gaat het verder met de economie? Hoe gaat het verder met
De 15-minuten-stad, komt dat er echt? De digitale euro, hoe gaat het voor ons uitpakken? Hoe gaat het met de levensmiddelenindustrie? Worden wij daar nu helemaal door gevangen? Hoe gaat het met de boeren verder? Worden die helemaal Nederland uitgepest? Enzovoort enzovoort. Ik krijg duizenden vragen. Overstromen we nog eens een keer over de dijken? Wordt Nederland nog een keer bij Duitsland gevoegd? Of wordt het gewoon één Europa zonder grenzen? Enzovoort enzovoort. Nou, aan de ene kant lijkt het zo te zijn. Aan de andere kant is het weer niet zo. Het is allemaal halfslachtig. Je kunt er eigenlijk... De ene dag is het dit, zus een wet uitgevaardigd. De volgende dag weer de volgende wet of een andere wet. Het ene land doet mee, de andere landen doen weer niet mee. Hoeven dat ook niet van Brussel, doen dat ook niet. Hebben ook een vetorecht, spreken hun veto uit. Alle landen mogen ook een veto uitspreken. Het enige land die dat dus absoluut niet doet is Nederland. Hè? Want dat is best wel iets wat Brussel zegt, zeg maar. Maar daar gaat Nederland nooit tegen in. Hè? Dat is geen veto, die gebruiken ze ook niet. Maar die hebben ze wel natuurlijk. Hè? Nederland zou kunnen zeggen... Hieraan werken wij niet mee. Hè? Maar als je dat zou zeggen als burger, dan doe je aan opruiming en dan doe je aan, ja, zeg maar, iets wat Nederland of wat Brussel niet wil horen of de regering niet wil horen. Dus het is ook heel moeilijk om er iets van te vinden. Hè? Je mag eigenlijk geen mening meer uiten. Ja, mag je wel uiten, maar dat wordt dan niet gehoord of er wordt dan de knop omgedraaid dat het gewoon niet gehoord kan worden. Dus daar gaan we het dus niet over hebben. We gaan het hebben over hele positieve dingen. Van blijft dit allemaal zo? Blijft de hele wereld zo in deze sfeer? Nou, zoals ik zei, mijn paragnost, ik krijg iedere dag mensen op consult die vragen naar hun toekomst, maar ook vragen naar de toekomst van de wereld. Van hoe gaat het verder? Nou, hun eigen toekomst, wat ik daarover doorkrijg en wat ik zie, dat vertel ik dan ook. En maar ook wel over de toekomst. Hè? En nou, ik heb wat dingen zwart op wit, zeg maar. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, nou, kun je de toekomst wel voorspellen? En is dat wel waar? En iedereen kan wel wat zeggen, enzovoort. Hè? Maar ik heb een aantal boeken uitgegeven. Stichting Het Esoterisch Genootschap Nederland heeft dus een aantal boeken uitgegeven. En dat heb ik doorgekregen. Terwijl ik in trance was, is dat opgenomen, opgezet en is uitgegeven. Sommige opnames komen uit 1996, want ik doe dit werk al sinds 1981. En sinds 1996 zijn er opnames, nog wel eerder hoor, ook van 1986 wel, en van 1990 enzovoort. En alles wat ik in trance heb doorgekregen is opgenomen. Vroeger op cassettebandjes, later digitaal natuurlijk. En we hebben die opnames uitgetypt en die hebben we in boekvorm uitgegeven. Nou is er ook een boek uitgegeven, De Grote Omwenteling naar de Nieuwe Tijd. Onder de naam Lanto. Van een van de spirits die via mij spreekt, heet Lanto. We noemen hem Meester Lanto, omdat hij dus, ja, zeg maar, is overgegaan, geascendeerd en verlicht. En ja, hij spreekt dan via mij als ik in trance ben. En toen gaf hij informatie, heel veel informatie. Hij zei namelijk dat Engeland, Great Britain, dat hij dus in de eurozone zal treden. En dat in 1996, zei hij dat, hè? Dat is opgenomen, staat ook in het boek. Het boek is uitgegeven in 2001, dus ver voordat dit allemaal gebeurde. Maar de opname is van 1996. En toen zei hij dat Engeland wel zou intreden in de eurozone, maar dat ze er ook weer uit zouden gaan. Dat ze de pond nooit zouden opgeven en dat ze dus altijd links blijven rijden. Dat ze er ook nooit zouden opgeven en dat ze dus uiteindelijk uit de eurozone zouden gaan. Dat ze dus in een Brexit zouden gaan, woordelijk Brexit. En dat... In 2001, in 1996 al doorgegeven, in 2001 hebben wij dat boek uitgegeven. Dat boek staat allemaal zwart op wit. Ze hebben de golfoorlog voorspeld, de beide golfoorlogen hebben ze voorspeld. En nog veel meer, staat allemaal zwart op wit.
ze hebben ook gezegd dat de regeringen en vooral Brussel ons zou willen dwingen in een soort systeem waarin we totaal gecontroleerd en gemanipuleerd worden. Dat hebben ze dus ook in 1990, 1995 enzovoort al gezegd. En daar hebben we ook uitgegeven in 2001, dat staat in hetzelfde boek. Daar staat in dat ze dus van plan zijn om de mensheid eigenlijk te knechten, een soort slavenvolk te creëren waarin mensen als slaven werken. En iedereen wordt gecontroleerd in meer of mindere mate. Je vrijheden worden heel erg beperkt. Je bent net als een dier in een kooi. En binnen die kooi ben je vrij, maar je kunt niet buiten die kooi. Ze hebben het ook over die 15 minuten steden gehad. Er staat allemaal in dat boek dat mensen gecontroleerd worden in hun bewegingsvrijheid. En dat de euro wel wordt ingevoerd, maar dat er geen stand houdt. Dat er heel veel landen uiteindelijk ook uit de eurozone weer uittreden. Dat de eurozone dus niet blijft zoals ze willen. Dat we eigenlijk een noordelijke en zuidelijke euro krijgen. Dat eerst nog als redding van de euro. Dat gaat ook niet goed en uiteindelijk valt de eurozone helemaal uit elkaar. Met andere woorden, en dat hebben ze ook uitgelegd waarom. Ze zeggen ja, de euro is in het leven geroepen vanuit valse intenties. De intenties zijn niet om de mensheid te helpen, zeggen zij, maar om de mensheid te controleren. De euro is gemaakt om een soort financiële controle uit te kunnen oefenen op mensen. Dat is van het begin af aan het plan. Ze zeggen ook, je moet niet naar de Nederlandse regering kijken. Het is de VN en de WHO en de NATO die de mensheid controleert. En dat is wereldwijd. En ze hebben dus allemaal goals, doelen, 17 doelen, die zijn al sinds de Volkerenbond, sinds 1947 besloten. Staat ook zwart op wit. Als je die 17 goals leest, zeggen zij, maar ik heb ze gelezen, ik dacht, ga het toch even lezen dan. Dan lijkt het heel mooi. Dus dat wat de Witte Broederschap, wat de meester Lanto destijds heeft gezegd, wat zwart op wit in het boek staat, dat is ook allemaal tot nu toe gebeurd. Maar hij heeft nog veel meer gezegd. Hij zei dat de euro uiteindelijk wegvalt. Dat Brussel uiteindelijk geen grip houdt op al die landen. Dat het uiteenvalt. Dat de mensen algemeen allemaal wakker worden en niet meer meedoen. Dat heel veel mensen daar geen belang meer bij hebben. Gezegd van uiteindelijk komen ze erachter dat hun werkwijze door de mensheid niet wordt geaccepteerd. En dat is denk ik het allerbeste wat er kan gebeuren. Dat de mensheid zelf zegt, wij werken niet meer mee, we doen niet meer mee. En dat is ook wat er gaat gebeuren. Dus al dat andere wat ze hebben voorspeld is tot nu toe uitgekomen. Dan ben ik ervan overtuigd dat dit ook uitkomt. Als zij kunnen zeggen dat er een Brexit komt en dat in 1996 al, dan zij kunnen zeggen dat er een euro komt en dat die euro verscheurd wordt en dat de mensheid wordt verscheurd en geknecht in vaccinatieplicht, et cetera, et cetera. Dus dat betekent dus dat er heel wat te gebeuren staat, maar dat ook heel veel mensen wakker zijn en wakker worden en nog veel meer wakker worden en heel veel mensen niet meer meewerken. In Nederland zijn vorig jaar 170.000 mensen geëmigreerd. Die zijn het land uitgegaan. Nederlanders die niet meer in Nederland willen wonen. Het liefst zo ver mogelijk weg. Dat moet toch wel te denken geven dat 170.000 mensen hier niet meer willen wonen. Die zeggen nou dat land is mij te veel dat ze controleren. Het is te veel dat ze ons beperken. Dus wel krijgen we volgens mijn doorgevingen steeds meer vrijheden. We worden steeds intuïtiever. We krijgen steeds meer spiritueel zicht. We krijgen steeds meer contact met buitenaardse beschavingen die steeds duidelijker ons laten zien dat ze er zijn. Ze geven ons steeds meer informatie hoe we hiermee om moeten gaan. En ze zeggen, ook nu al, via mij in ieder geval, via het boek staat dat ook, wij moeten niet de strijd aangaan. We moeten niet gaan vechten. Want zij staan stil.
Ze ontwikkelen zich niet. Ze willen alleen maar vasthouden aan wat ze hebben en staan daardoor stil. Maar de mensen die daar niet aan meewerken, die gaan verder. Dus er is nogal wat aan de hand. Dus mensen worden wakker, mensen werken daar niet meer aan mee. Brussel krijgt daar geen grip op. Hun 15 minuten steden krijgen ze niet rond. En nog meer en nog meer. Dus er gaat heel wat gebeuren. Maar het mooiste is dat de spirituele wereld steeds sterker wordt. Mensen worden steeds intuïtiever. Men krijgt steeds meer zicht op het doel van het leven. Hè? En dat we met liefde, vergeving, barmhartigheid, hulpvaardigheid veel verder komen dan met oorlogen. De oorlog in de Oekraïne, daar houdt wel weer op hoor. Betekent wel dat er dus een soort balans komt. Hè? Er worden nieuwe grenzen getrokken. Rusland zal de Krim nooit zomaar opgeven, daar geloof ik niks van. En ze zullen nieuwe grenzen trekken en dan hebben ze hun spelletjes weer gespeeld. Want oorlog gaat altijd om geld. Oorlog gaat altijd om verkopen van wapens. De wapenindustrie, die verdient eraan. En dat maakt niet uit hoor, of Rusland nou wapens verstookt, zeg maar, of Oekraïne of de NAVO, het maakt niet uit. Het gaat allemaal om geld. Het is één grote business. En die business die wordt gewoon doorgezet totdat ze genoeg hebben verdiend. Of de wapenindustrie even lam ligt omdat ze zoveel moeten produceren dat ze er niet meer tegenaan kunnen. Of het is even zo dat ze zeggen van nou, we hebben nu weer een ander land waar we veel aan kunnen verkopen. Dat kan ook nog natuurlijk. Zo is er dus constant een handel. Nou, ik denk van oké, zolang als zij denken dat ze met wapenindustrie en met mensen, ik vind het voor iedereen erg hoor, ik vind het voor de mensen van de Oekraïne erg en voor de Russische jongens die leven verbranden, die tanks vind ik het net zo erg. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen op zo'n manier aan hun einde moeten komen, doordat de machthebbers een strijd ontketenen. Je moet je voorstellen dat iedere Oekraïner heeft wel een Rus in de familie. En iedere Rus heeft wel een Oekraïner in de familie. Ze schieten hun eigen familie wederzijds dood. Dat is toch verschrikkelijk? Hè? Moet je voorstellen dat jij je eigen familie moet doodschieten van de machthebbers. Hè? Dat Rutte vindt dat jij dus je familie bijvoorbeeld in België dood moet schieten. En die Belgische minister zegt van nou schiet die mensen in Nederland maar dood. En dat je elkaar tegenzijdig dood moet schieten omdat hij ruzie heeft over de grenzen van Nederland-België. Hè? Nou dat is daar net zo. Hè? En dat is dus iets dat je zegt van dat is een verschrikking. Maar dat doen ze alleen maar voor die wapens en voor macht en voor landje pikken en voor gas en olie. En daar gaat het allemaal over. Dus het is dus iets dat je zegt van oké, die oorlog blijft natuurlijk niet eeuwig. Als er genoeg verkocht is aan wapens, dan houden ze daar eerst even weer mee op. En dan worden de grenzen opnieuw getrokken. Dan ineens is er zogenaamd vrede. Nou, dan gaan we weer naar het Midden-Oosten. Dan Israël, Palestina of Syrië of Rusland. Of iets van Turkije en Syrië. Dat kan ook nog wel weer opvlammen. Dan gaan ze daar weer verder. Dus het is een mooie handel. Hè? Dus in feite is dat gewoon handel. We hebben gezien dat dat niet doorgaat. We zien dus dat heel veel dingen stoppen. Die oorlogen, die machthebbers. Europa krijgt niet zijn zin. Mensen trappen er niet meer in. Kijk, in Nederland wordt wel braaf gevolgd. Nederland is een braaf land. Nederlanders zijn ook altijd op het toetsenbord en via de computer durven ze wel. Maar als het erop aankomt, in Frankrijk gaan ze massaal de straat op. Denk maar aan de gele hesjes, denk maar aan die mensen. Ze gaan massaal de straat op. Ze vechten ook door. Wordt in Nederland op het nieuws geen aandacht aan besteed, maar het zijn honderdduizenden mensen die de straat op gaan. En die Macron krijgt zomaar zijn zin niet. Nou, en zo krijg je dus ook andere landen die niet meer meewerken. Bulgarije, Hongarije, alle landen die in de Europese Unie zitten, in die landen, in het voormalige Oostblok, die werken ook niet meer mee. En die hebben daar geen zin in. Nee. Dus dat betekent dat heel veel landen eruit willen. Italië heeft er ook niet zoveel zin meer in. Hè? Dus op Sardinië kun je nog een huis kopen voor 10 of 15.000 euro. Dan denk ik heel Nederland. Dus Sardinië en Nederland zijn ongeveer even groot. Dus alle mensen die nu in Nederland wonen en hier niet mee eens zijn, kunnen emigreren naar Sardinië. Dan hebben we en mooi weer en we hebben een zee dichtbij en we hebben het land genoeg.
En dan hebben we een land die zich niet meer bemoeit straks met Nederland en met Brussel. Die gaan er toch van af. Nou, en dan hebben we wat we willen en dan hebben we die hele Nederland niet meer nodig. Hè? Dat is veel beter. We leggen daar wel een goede infrastructuur aan en dan is het geweldig. Hè? Irrigatiesystemen zijn we ook goed in, hè? Dus dat kunnen we wel. Dus wat dat betreft is het iets wat heel gemakkelijk op te lossen is. Ik denk dat Nederland loopt voorop met Brussel, die is nummer 1. Maar ik denk dat ze zich ontzettend vergissen. Dat ze nog mee eens, ja. Ja. Dat klopt ook. Beste Daan, u bent zo lekker aan het praten. Het is echt top. Als zodra de knop aangaat, dan gaat u als een raket. Ja. Het is echt heel bizar. Ja, het is ook wel een beetje zo hoor. Heel volgzaam, heel braaf, heel burgerlijk. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen Nederland verlaten. Die willen dit niet meer. En er zijn natuurlijk conservatieven en die vasthouden aan hun angsten. Van alles is op angst gebaseerd. Alle vaccinatie, alles is met bangmakerij. En dat was altijd al zo. In alle oorlogen is propaganda ook altijd bangmakerij. Zodat mensen vooral bang zijn voor wat er gaat gebeuren. En daarmee kun je mensen fijn manipuleren. Maar er zijn eigenlijk veel meer goede boodschappen, want dit is natuurlijk allemaal ellende wat we achter de rug hebben. En nog steeds hoor, er gaan nog steeds heel veel mensen dood aan de gevolgen van vaccinatie. Maar er zijn ook wel heel veel goede dingen. Mensen worden wakker, mensen gaan anders kijken, mensen werken er niet meer aan mee. Europa, Brussel in ieder geval, valt uit elkaar. Europa zelf niet natuurlijk, maar Brussel en zijn grip op alles valt uit elkaar. De WHO is ongeloofwaardig, de VN is ongeloofwaardig, de NATO is ongeloofwaardig. Mensen zijn ongeloofwaardig van de regeringen. Wie vertrouwt nu nog een president of een minister? Niemand meer, dus vertrouwen is weg. Ik heb meer vertrouwen in een autohandelaar dan in de politiek. En dat zie je ook, politiek vertrouwen in Nederland is tot een minimum gedaald. Hè. Dat betekent dat niemand ze nog vertrouwt. Dat geeft ze ook helemaal niet te denken. En waarom niet? En Rutte denkt er ook geen seconde over na. Dat komt omdat hij zich helemaal niet meer op Nederland oriënteert. Hij krijgt een briefje mee van Brussel. En daar zijn zijn opdrachten in en die voert hij uit. Dus het is helemaal niet dat ze aan Nederlanders denken. Ze denken veel groter en ze denken aan Europa. En wat wij vinden, dat vinden ze totaal onbelangrijk. We hebben ons maar te voegen in wat ze bedenken. Dus er is geen democratie meer. Je kunt kiezen wat je wilt. Zij doen wat ze willen. En dat maakt niet uit wat je kiest in feite. En dat betekent dus dat die politiek, die kunnen we ook wel loslaten. Dus, en ik zit ook helemaal niet zelf in boosheid hoor, 0,0. Ik zit in de vergeving. Ik denk ook van nou jongens, jullie komen dat vanzelf een keer tegen. Alles wat je zaait, zul je ook oogsten. Het spreekwoord is er niet voor niks. En dat staat zelfs in de Bijbel. En dat zal niet zomaar zijn dat het daar staat. En dat staat trouwens ook in de Bhagavad Gita. En dat staat ook in de Koran. Dus als je dit soort dingen zaait, kom je het ook vanzelf weer tegen. Nou, als het in alle heilige geschriften staat, en ik ben er ook van overtuigd, dan reken maar dat ze het vanzelf weer tegenkomen. En dat is ook prima zo. Dat is hun les en iedereen heeft zijn lesjes en die hebben zij ook. En ik denk dus dat zij niet krijgen wat ze willen. Dus uiteindelijk wordt het allemaal wat beter. Maar goed, je hebt misschien ook andere, dat je vragen hebt of dingen hebt die je zegt van, kun je daar eens wat over vertellen? Nou, weet u wat? Dit is dan wat u vertelt, het eerste deel, dat is hartstikke leuk. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is, u bent paragnost. Wat ik heel erg benieuwd ben van, wat is een paragnost? En wat is nou, want er wordt heel veel verwarring over geschopt, wat het is. Of er zijn ook heel veel mensen die zich paragnost noemen. Ja. En die zich daarvoor uitweiden, zeg maar. Ja. Terwijl deze mensen niet zuiver zijn. Wat is een zuivere paragnost? En wat is een paragnost? Nou ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk. Maar
men noemt mij paragnost omdat ik in staat ben om mensen die vermist zijn bijvoorbeeld op te sporen. Om voorwerpen op te sporen die vermist zijn. En er zijn veel bewijzen van mensen die al jaren iets kwijt zijn. En wat ik dan aanwijs waar dat ligt. Wat ze dan ook daar vinden, wat nooit iemand verwacht dat het daar is. Ook mensen die vermist zijn, die ze terugvinden, enzovoort, enzovoort. Dat noemt men paragnost, hè. Staat ook wel op internet als review, bijvoorbeeld een mevrouw die haar ring kwijt was, een antieke ring, kon ze nergens weer terugvinden. Ik wist zeker dat die in het was ook bij de wasmachine in de buurt lag. En ze zegt, we hebben alles weggehad, de wasmachine, je kunt het wel zeggen daar, maar hij ligt er niet. Maar hij lag er wel. Toen hebben ze een keer de kast naast de wasmachine weggehaald, en dat wouden ze opruimen, dat was een jaar later. En daar lag hij dan. Dus hij lag naast de wasmachine, maar dan onder de kast. Maar dus, dat klopte wel. En ook een keer een man, die was een autosleutel kwijt van een antieke auto. En daar had hij maar één sleutel van. En dat was de originele. En die kon hij niet weer vinden. Hij zegt, zegt hij, ben die sleutel kwijt. Hij zegt, weet jij waar die ligt? Ik zeg, die ligt in een tuin met allemaal stenen. En met keitjes, met van die veldkeitjes. En naast een ijzeren hek. Ja, zegt hij, gaan we kijken. Ze zijn met een metaaldetector geweest, maar hem niet gevonden. Maar pas veel later ging hij verhuizen. En toen dacht hij, hij zei tegen mij, ik heb hem niet gevonden. Ik heb alles afgezocht met een metaaldetector, hij was er niet. Maar toen ging hij verhuizen, wou hij het hek meenemen van een hele mooie oude poort. Hij had die poort eruit, lag de sleutel naast de poort. Maar omdat die ook van ijzer was, dachten ze steeds als zij erbij langs liepen, van dat de detector slaat uit op die poort. Dus daar lopen we niet zo dichtbij langs. Maar daar lag nog precies de sleutel. Dus wat ik had gezegd, klopte precies. En dat na al die jaren. Maar er was ook een jongen, die was met de auto vermist. Konden ze niet weer terugvinden in Drenthe. En ze wisten wel dat hij met de auto was vertrokken. En ze hebben de hele route naast een kanaal nagezocht, konden ze niet vinden. En ik zei, maar hij ligt daar en daar. En de auto ligt er ook. En de politie is er nog geweest. Die hebben ook nog gekeken. Ze zei, hij ligt er niet. Ze zei, hij ligt er wel. En een jaar later hebben ze pas gevonden. Die auto lag net een eindje verderop dan zij dachten. Maar precies in het kanaal en precies bij de brug, wat ik zei. Hij was in de mist. Niet voor de brug, maar na de brug afgedraaid. En dan was hij dus in het water geplonst. En zij dachten allemaal dat hij ergens daarvoor in het kanaal lag. Dat lag hij niet. Maar ik had het wel eens precies zo gezegd. En nog wel vaker, ook met mensen die vermist waren. Mensen die zelf hadden gepleegd, ergens verdronken waren. Zichzelf verdronken hadden, enzovoort, enzovoort. En dat betekent dus dat je als paragnost beelden krijgt. Dus ik zie dat voor me. Ik moet wel beelden krijgen, anders kan ik dat niet zeggen. Als ik beelden krijg, dan weet ik dat. Maar als ik geen beelden krijg, dan kan ik het ook niet zeggen. Dus ik kan niet alles weten hoor, anders won ik de lotto wel. Hè. Maar dat is dus niet zo. Dus ik kan niet alles zien. Maar dat hoeft ook niet. Wat ik zie, vertel ik aan mensen. En wat ik niet zie, kan ik ook niet zeggen. Dus mensen kunnen bij me komen en heel veel zeggen van dat en dat heeft hij niet gezien. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover wat ik wel heb gezien. Hè. Dat is het paragnostische. Ik ben ook medium, ik ben ook transmedium. Maar als medium, en er zit dus wel verschil in, heb je dus dat je contact hebt met overledenen. En dat gebeurt regelmatig, dat mensen bij me komen en dat ik een spirit bij ze zie. En dat vertellen kunnen dan ook. Ik had laatst nog een vrouw die zegt, maar dat is mijn schoonmoeder, daar heb ik niks mee. Ik zeg, maar ze wil wel graag dat je haar vergeeft. Maar dat zei ze tegen mij. Ja, zegt ze, dat kan me wel voorstellen. Dus, en dat gebeurt dan wel. En ik kan dat precies beschrijven als ik ze zie, wie ze zijn. Ik zie zo'n spirit ook wel. En dat is mijn werk. Ik vind het zelf heel gewoon, want ik heb het altijd gehad. Als kind al. Als kind moest ik voor mijn moeder naar de slager. En er stond een vrouw voor me. En die zegt, ik moest nog iets hebben, maar ik weet niet meer wat. En ik stond achter haar te wachten tot ik aan de beurt was. Maar ik hoorde heel duidelijk in mijn hoofd een pond doregen speklappen voor bij de zuurkool. Ik zei tegen haar, een pond doregen speklappen moest je nog hebben voor bij de zuurkool. Ze draait zich om en ze schrok helemaal. Ze zei, hoe weet jij dat? Dat klopt. Ze zei, dat hoor ik. Hoe, dat hoor je? Ik zei, dat hoor ik.
Ja, ik was totaal, ik dacht dat het zo hoorde, wist ik veel. Ik dacht, dat hoort toch wel bij, dat hoor ik toch, dan zeg ik het ook. Hè. En bij dezelfde slager was een keer een veehandelaar. En die was helemaal in paniek, want hij had zijn portefeuille verloren. En heel veel geld, en dat vertelde hij aan de slager. En nou, dan ben ik het kwijt, en dat is niet best. En nou ja. En ik stond daarbij, we moesten ook natuurlijk wachten tot die man uitgepraat was. En ik kreeg ineens een beeld waar die portefeuille zou liggen. En er stonden twee kastanjebomen voor de slagerij. En het was herfst en lagen heel veel bladeren en kastanjes lagen al op de grond. En ik liep daar naartoe wat ik had gezien in beeld. En daar lag hij tussen de bladeren en de kastanjes helemaal een beetje weg in de bladeren. Dus ik pak hem, ik loop naar hem toe. Nou, die man was zo blij. Die heeft me toen 10 gulden gegeven. Dat was een kapitaal, hè? Daar kon je een fiets voor kopen. Want nou ja, ik spreek dan over 1967 of zo, of 65. Dat was een poosje geleden. En daar kon je toen een fiets voor kopen. Nou, die man was helemaal gelukkig. En hij heeft heel lang nog geleefd. Als hij door het dorp kwam en zag mij de toeter die altijd, de zwaarde altijd, dat was zijn hele hebben en houden, wat daar natuurlijk onder die kastanjeboom lag. Dus, en zulke dingen zag ik gewoon. Ah, en nog wel veel meer. Maar dat soort dingen zie ik dan. En wat ik zie, vertel ik aan mensen die bij me komen. Wat ik niet zie, kan ik ook niet vertellen. Dus, maar ik zie wat ik zeg. Ik zie ook de aura van mensen. Als ik naar mensen kijk en een beetje langs ze heen kijk, kan ik ook de kleuren van de aura zien. Vertel ik mensen ook wel hoe dat eruit ziet. En de chakra's, de energiepunten. En nou, dat klopt steeds. Dat mensen zeggen, oh ja, dat ben ik, dat klopt. Dat is er. En, nou, soms ook wel waar hun kwaaltjes zitten, waar ze last van hebben. En dat zie ik dan ook in de aura. Zeggen, nou, je hebt last van je nek of van je schouder. Of daar en daar zit dat. En onder in de rug zit een klein probleempje. Nou, dat zie ik dan ook wel aan de chakra's en aan de aura. Dus ik kan dat vaak zomaar zien op een operatie die iemand heeft gehad. En dat zie ik dan ook wel. En dat vertel ik dan ook. En zeggen ze, ja, hoe weet je dat nou? Ja, dat zie ik gewoon. Ja, en dat soort dingen, dat zie ik dan zo, ja. Zoals dat is. Maar daar heb ik mijn werk van gemaakt sinds 1981. Ik heb ook nooit bij een baas gewerkt. Ik ben ook zelfstandig. Ik hou van vrijheid en zelfstandigheid. Ik ben sinds 1985 transmedium voor het Esoterisch Genootschap Nederland. We hebben 3 boeken uitgegeven. 1 over UFO's in Atlantis. Oh, interessant, ja. Ja. En 1 over de grote omwenteling naar de nieuwe tijd, naar het Aquarius tijdperk. Daar zitten we nu in, hè? We zijn begonnen, ja. Ja. En de laatste die we hebben uitgegeven is ziekte, karma, de weg naar genezing. Van waarom zijn mensen eigenlijk ziek? En wat wil die ziekte ons vertellen? En hoe word je weer beter? Van als je je problemen oplost, kun je wel weer beter worden. Tenminste, ja, gebroken been zal wel even duren, maar ik bedoel, alles heeft een reden. Hè? En dat is niet eens heel spiritueel, hoor. Er zijn mensen genoeg. Hè? Carl Gustav Jung, die heeft er onderzocht, heeft ook een artikel aangeweid, de wet van synchroniciteit, van alles wat samenvalt. En hij zei ook van, ja, er bestaat geen toeval. Alles heeft een reden. Niks gebeurt zomaar. Hè? En nou ja, dat... Als je dat dan ziet, dan zeg je zelfs de oerknal. Hè? In de gevolgen, alles is oorzaak en gevolg. En in de gevolgen van die oerknal leven wij nog steeds. Dus alles is werkelijk oorzaak en gevolg. En nou, ik heb zelf ook wel eens ruimteschepen gezien, UFO's. Ja, UFO, dan zeg je eigenlijk dat je niet weet wat er vliegt. Maar ja, wat ik heb gezien, dat wist ik wel wat daar vloog en wat er stond. Dat was wel een ruimteschip, hoor. Dat was wel iets van, niet van deze aarde, want dat zie je hier op aarde nooit. En ook wel van heel dichtbij. En van, ja, er is wel meer tussen hemel en aarde. En we worden ook wel bezocht vanuit andere dimensies. Misschien is de mensheid, als zij dus in staat zijn om vanuit de 5e dimensie naar de aarde te reizen en geen enkele afhankelijkheid te hebben, zoals de NASA ook heeft gefilmd, van de zwaartekracht, dan hebben zij technologieën ontwikkeld die wij niet hebben. En dat betekent dat wij misschien niet aan hun toe zijn. Hè? Dat ze dus niet meer de mensheid, zoals de mensheid nu is, He, dat kan in hun ogen wel heel erg onderontwikkeld zijn. Maar wij vreten beesten op, we vreten soms elkaar op, we schieten elkaar dood, we maken elkaar af. We hebben wraak en haat en hebzucht enzovoort. Misschien hebben ze daar helemaal niks mee.
Dat ze zeggen van nou, ze zijn nog in ontwikkeling. Misschien zijn we ook wel aliens, ze zijn we uitgezet hier op aarde. Ter ontwikkeling, het is onze proeftuin, zeg maar. Hè? Ja, maar het interessante is, Daan, ik heb met twee provinciegenoten van u mogen spreken. Ja. En u weet wat ik bedoel, Anton Teube en Frans Hessinga, zeer gerespecteerde mensen en enorm veel kennis. En gewoon een van de vragen, heb je met kaartje met elkaar aan tafel onder een hapje en een drankje en een biertje gezeten? Is dingen uitgewisseld of ja, kennen jullie elkaar? Ja, Want... ja, zeker ken ik Anton Teube heel goed, al jaren. Ja. Hij is trouwens ook de coach geweest van Frans Hessinga. Ja, precies. Ja, dat is heel grappig. De wereld is heel klein. En, ja. Maar ik ken Anton Teuben, die kwam al bij me op lezing en in de 80e jaren met zijn vader destijds nog. En, zeker. Dus ik ken Anton Teuben al van heel lang. En geweldige man met een geweldige kennis. En heel absoluut. Voor mij en voor jou denk ik ook en voor Anton en voor nog veel meer mensen is het helemaal geen vraag. Er is gewoon veel meer tussen hemel en aarde en ik ben ook helemaal fan van Nikola Tesla. Hè? En wat veel mensen niet weten, maar wat wel zo is, Nikola Tesla die heeft die vijfde dimensie in dat materialiseren en dematerialiseren wel uitgevonden. Hij heeft er ook aan al zijn collega's getoond. Die stonden eromheen, die zagen het gebeuren, hoe hij de materie oploste en een stuk verderop weer materialiseerde. En toen zeiden ze, ja, je bent de charlatan, je bent de goochelaar, je bent de illusionist en weet ik veel. Nou ja, hij werd beschuldigd. Is het niet zo dat eigenlijk Nikola Tesla in zijn periode te maken met Tartariaanse, hoe moet je dat zeggen... bekenden in zijn omgeving die hem ook de kunst van het vrije energie en dergelijke geleerd heeft, want zeker. Hij heeft het ergens vandaan. Ja, zeker. Hij heeft ook daar gezegd. Is niet veel over bekend natuurlijk. Ja, maar, hij heeft gezegd in een interview dat hij al zijn informatie kreeg van buitenaardsen. Hij heeft gezegd, buitenaardsen hebben mij al deze informatie gegeven. En hij werkt natuurlijk met de vijfde dimensie. En de vijfde dimensie is de dimensie die wij niet kunnen zien, maar die er wel is. De eerste dimensie zeg ik altijd, als je een boek bekijkt, je ziet alleen de koffer, dan is het een plaatje. Maar als je het boek van opzij bekijkt, dan is het dik. Dan zeg je, het heeft diepte. Dat is de tweede dimensie. Als je het boek ziet, maar je kunt je voorstellen dat hij ook een achterkant heeft, dan is het de derde dimensie. Heb je het boek gevoeld, dan zeg je, het voelt goed. Ik wil het lezen, dat is de vierde dimensie. Van, dan gaat het over het gevoel, over de uitstraling. Heb je het boek ooit gelezen, maar heb je het boek al lang weggegooid. Maar je herinnert je nog wel alles van het boek. En het boek heeft je echt geïnspireerd en je weet er nog heel veel van. En je kunt je alles herinneren. Dan is dat de vijfde dimensie. Van, het boek bestaat niet meer, maar het bestaat nog wel geestelijk. En dan is dat de vijfde dimensie. Ongrijpbaar, maar toch nog aanwezig. En dat is de vijfde dimensie. Dus die vijfde dimensie is net als onze dromen. Ja, die zijn ook ongrijpbaar. Maar in de vijfde dimensie is alles mogelijk. Maakt niet uit wat je droomt, het kan allemaal. En dat is de vijfde dimensie, dat is vijfdimensionaal. En al dat geestelijke paranormaal is ook vijfdimensionaal. En Nikola Tesla maakte gebruik van de vijfde dimensie. En die vijfde dimensie, daarin als ook stroom, eigenlijk haal je stroom uit de kosmos, maar daar hebben ze Westinghouse, dat was een vriend van hem, die heeft dat min of meer verziekt, zeg maar, van die wou dat niet, van die wou verkopen, die wou stroom verkopen. He, van die wisselstroomdynamo, die heeft hij aan Westinghouse verkocht. En Westinghouse heeft die wisselstroomdynamo in de wereld gebracht. En daar kon hij heel veel geld voor maken. En toen wou hij dus niet gratis stroom uit de wereld, hij wou verdienen, hè. En wat is er nou gebeurd? Dat weten heel weinig mensen. Ja. Nikola Tesla is uiteindelijk een beetje in Amerika neergezet als idioot, als charlatan, als goochelaar, als illusionist. En hij heeft wel de magnetron uitgevonden en de radio, postuum voor geëerd. Dus hij heeft dat allemaal ontwikkeld, de radio. Dat is heel interessant. Ja. Maar... wat gebeurde er nou? Hij was helemaal weggezet als een idioot.
En toen wou niemand met hem nog iets te maken hebben. Niemand wou hem financieren voor zijn projecten. Ja, toen bleef hij met heel weinig geld over. En toen is hij opgenomen in New York in een hotel. En dat hotel was van de overgrootvader van Donald Trump. Ja. Super geweldig. Maar die man, die heeft hem daar laten wonen, in dat hotel. Zonder geld. Hij heeft tegen hem gezegd, je mag eeuwig in mijn hotel wonen, zolang als je leeft. Je krijgt je eten, je krijgt je drinken, je krijgt je verzorging. Je mag hier altijd blijven wonen. Dat is even wat, hè? Ja, hè. En hoe mooi is dat, hè? Dat eigenlijk in hetgene wat u vertelt, want daar zat ik eigenlijk wou ik al naartoe gaan, maar u vertelt het echt van A tot Z, dat hij uiteindelijk de oom van de heer T. Trump tegenkwam. En uiteindelijk is dat een hele goede vriendschap geworden. Ze hebben natuurlijk van alles. En het mooie daarvan is, Donald Trump was enorm gek op zijn oom. Dus de geschiedenis is stiekem onder de tafels verder gegaan. Ja. Naar de tijd waar we nu in zitten, waardoor, ja, weet je, uiteindelijk komt dat ook wel weer boven tafel en weer goed. Maar het is heel bijzonder dat zo'n man als Nikola Tesla, in principe, ja, hoeft niet per se geëerd te worden, maar juist een oeuvre over hem geschreven zou moeten worden. Ja. Want postuum is die wel geëerd, hoor. En heeft wel de toekenning gekregen voor de uitvinding van de radio. Maar wat is er nou gebeurd? Nikola Tesla is natuurlijk overleden en zijn hele hotelkamer lag vol met aantekeningen. En wat heeft die oude Trump nou gedaan? Die heeft het verkocht aan de Pentagon. En de Pentagon heeft al die informatie en daarna hebben ze het Philadelphia project gedaan om een heel schip te materialiseren of te dematerialiseren en te materialiseren. En dat is helemaal misgegaan. En ik heb een bekende, dat is een heel belangrijke, een hele grote uitvinder in Duitsland, Herr Silbernagel heet hij. En die heeft samen met Uri Geller bij het Pentagon al die papieren gelezen om te kijken wat daar fout is, wat niet loopt. Dat zijn alle... Uri Geller? Ja, Uri Geller. Waar? Ja, zeker. Die werkt samen met het Pentagon. En Silbernagel en Uri Geller hebben samen gelezen, alle papieren bekeken op het Pentagon en daar mist iets. Dat wezenlijke deel waar ze daarbij het Philadelphia project al tegenaan liepen, dat mist. Dat werkt niet. En daarom werkt het ook niet. Daarom werkt het niet volledig. Dus Nikola Tesla heeft heel bewust een essentiële informatie mee het graf ingenomen. En hij heeft toen nog gezegd, de mensheid is er niet aan toe. Het zou mooi zijn als de mensen het konden gebruiken, maar ze kunnen het niet. Ze gaan ermee aan de haal en doen er hele slechte dingen mee. Ik ga er niet meer aan beginnen. En het Pentagon wilde zo graag weten wat daar mist. Want dan konden ze dus inderdaad materialiseren en dematerialiseren. En dan maakt het niks meer uit. Dan kon je dus alles oplossen en ergens anders herplaatsen. Maar ja, dat stukje, dat hebben ze nu niet. Anders zouden ze interstellair kunnen reizen bijvoorbeeld. Ze zouden zo naar de maan kunnen gaan. En daar is ook nog wel een vraag. Hè? Waarom willen ze allemaal naar Mars? Maar waarom willen ze niet naar de maan? De achterkant van de maan wordt dag en nacht beschenen door de zon. Die is altijd licht. Die is nooit donker. Daar is geen nacht. Dat betekent dat de voorkant van de maan nog wel eens in de schaduw staat van de aarde. Maar de achterkant never. Je zou het zo kunnen exploiteren. Je zou er zo een biotoop van kunnen maken. Maar waarom doen ze dat niet? Nou, dan kan ik je wel vertellen. De maan is al lang bewoond. Heel veel amateur-astronomen die filmen de maan. Die filmpjes staan bij honderden op YouTube. En dan zie je allemaal ruimteschepen in de kraters in de maan duiken. De maan is hol. Die heeft allemaal grotten en enorme gangen. En is best wel heel groot. En de maan is al lang bewoond. En daarom gaan ze daar niet naartoe. En ook een van de astronauten die destijds op de maan is geweest, die heeft zelf bevestigd dat hij dit heeft gezien. Hij zegt, ik zal er nooit weer naartoe gaan. Dus de maan is al lang bewoond.
En er zijn nog lang andere krachten op de maan die daar wonen. En ik denk dat ze al lang een waarschuwing hebben gekregen. Dat ze van je blijft van de maan af. En daar luisteren ze ook wel naar. En dan willen ze naar Mars. En maar ja, Mars is radioactief. Dus dat is nog wel even een probleempje om die te gaan exploiteren. En daar een biotoop te stichten. En de temperaturen zijn er ver onder nul. Ja, op de maan ook hoor trouwens. Maar ja, dat zou je met een biotoop nog wel kunnen oplossen met grote koepels. Maar ze gaan niet naar de maan. Terwijl ze hebben toch toegegeven dat ze nooit naar de maan gerezen zijn. Nee, dat filmpje die wij hebben gezien, dat is niet... daar zie ik gewoon geen filmpje die op de maan geschoten is. Dat filmpje, nee. Dat is hier op aarde gefilmd, dat zie je ook aan alles. Stijn van Nevada. Ja, waarschijnlijk is ook opgegeven hoor. Gewoon bij Area 51 is die gefilmd waarschijnlijk. En dat ziet er ook zo uit. Maar... misschien zijn ze wel op de maan geweest, maar daar hebben we in ieder geval geen film van. Laten we dat maar even voor zekerheid. En Francesca hebben het erover dat we niet door die... door de damkring. Ja, daar kunnen wij niet doorheen, omdat daar zoveel druk op zit. Ja. Dat is... Ja, nou ja, dat zo technisch ben ik niet dat ik daar ja of nee op kan zeggen. Maar in ieder geval, ik vind ook dat we het hier op aarde nou wel even genoeg hebben. En die ruimteschepen die wij zien, die reizen vijfdimensionaal, want die hebben geen verbinding aan zwaartekracht, et cetera. En ze floepen ook zomaar aan. Hè? Ik heb wel eens van die floepjes gezien en dan komen ze dus... Ik heb het ook met mijn eigen ogen gezien hoor. Met een vriend zat ik in de auto en ik heb het zelf waargenomen. Dan heb je 3 schotels en 1 keer verschijnt er naast die 3 schotels een 4e bij. Dan denk ik, waar komt die nou in 1 keer vandaan? Dus die komt door een poort en verschijnt in 1 keer. Terwijl dit anders niet was. Hè? Dus dat betekent dat er allerlei poorten zijn waar zij vanuit een 5e dimensie in de 4e of de 3e dimensie schuiven. Op het moment dat ze dus zich manifesteren, zijn ze ook materieel. Daarom hebben we dus ook in Roswell gehad dat ze dus verongelukken. En dat was dan zogenaamd een weerballon. Maar weet je, er is een krater in de grond geslagen van 8 meter, hè? En drie bomen om. Denk jij dat door een weerballon 3 bomen omvallen en een krater van 8 meter wordt geslagen? Nou, zo is een weerballon niet hoor, dus daar klopt niks van. Dus maar dat beweren ze gewoon achteraf. Dat is gewoon een grove leugen natuurlijk. Maar ja, dat zeggen ze dan gewoon en dat moet dan voldoende zijn. En daar blijven ze ook bij. Hè? Dan denk ik, terwijl de feiten, en dat vind ik zo raar, als de feiten tegenspreken... dat je dan toch nog je leugen volhoudt. Dat is toch idioot? Hè? Dus denk ik van... Dat is zelfs met Antarctica en Richard Byrd. Hè, dus, en dat je dus niet... dat je maar zoveel meter op Antarctica mag komen. Want als je daar voorbij komt, nou poeh. Mag je blij wezen dat je de levens vandaan komt. Het Amerikaanse luchtruim is daar alleen maar niet... niet in Engeland of in India of in China. Nee, alleen Amerika mag daar komen. Ja. In de jaren 50 zijn er afspraken over gemaakt. In het geheim of wat dan ook. Ja. Dat niemand daar zich mag komen. Terwijl eigenlijk juist als je echt de waarheid zou willen weten, moet alles opengegooid worden. Ik ga het in de toekomst, en wanneer dat is, dat weet ik niet. Dat zal in de kwijtstijd zeer zeker naar voren komen. Wat er dan daadwerkelijk achter die ijsberg zit. Want er zijn schijnbaar ook landen daarachter die net zo groot of groter zijn als Amerika. Ja. Met andere wezens. Ja, tuurlijk. Alles wat er is, wat verboden wordt door landen, wat geheim wordt gehouden, wat wordt verzwegen, wat wordt ontkend, terwijl de feiten daartegen spreken... Wat onder dwang gebeurt, zoals vaccinatie, wat onder dwang gebeurt, terwijl de burgers van Nederland het niet wilden, maar toch een euro door de strot drukken, dan weet je gewoon dat het niet goed is. Alles wat onder dwang is, alles wat wordt geheim gehouden, alles wat wordt ontkend, terwijl de feiten er tegenspreken, dan is er dus alles wat wordt gecensureerd. Als er toch geen enkel probleem is... Waarom moet je dan censureren? Als het gewoon onzin is, waarom moet je dat censureren?
Waarom moet je de mening van iemand opruiming noemen? Als het toch niet waar is, mensen kunnen toch zelf op beslissen. Als jij een boek wil lezen waar onzin in staat, dan hoef ik je dat toch niet te verbieden. Ik weet toch wel dat het onzin is. Je bent zelf toch een volwassen mens. Je kunt toch zelf wel nadenken. Dus als jij denkt van nou, het is onzin, dan is het onzin. Als jij het wil geloven, dan geloof ik. Wat heeft dat nou met opruiming te maken als je je mening wil zeggen? En dat vind ik dus eigenlijk zo een slag in het gezicht aan mensen, aan volwassen mensen die intelligent zijn, weet je. Ik ben ook niet achterlijk, maar ik mag bepaalde dingen dan van de regering niet lezen, want dan gaan zij voor mij censureren. Alsof ik zelf niet kan beslissen wat ik lees, wat ik daarvan mag vinden. Dat is toch wel idioot? Dit is toch niet normaal dat je dan wordt bij voorbaat niet wordt geacht als burger om te kunnen begrijpen wat zin en wat onzin is. En dat denk ik ook. Ze hebben een reden waarom dat ze dat doen. En dan denk ik, nou als je iets niet wil, dat dat de wereld in gaat en je gaat dat verbieden, dan heb je iets te verbergen. Maar zo logisch is dat. Ja. Over uw paragnoste carrière, zeg maar. U heeft ook een x aantal jaar geleden ook voor de Nederlandse televisie iets gedaan. U heeft een serie, wat zei u in het voorprogramma? Nou, ik heb 8 jaar op de RTV Noord een programma gehad met de Prinsentuin, heette dat, met Rob van Dam, die vroeger bij Radio Caroline DJ was. En ik heb, en daar hebben we dus paragnostisch gewerkt. En dan konden mensen inbellen en als ze dan vragen hadden, dan beantwoord ik die vragen. Daar heb ik ook heel veel dingen in voorspeld die allemaal zijn uitgekomen. En ook allemaal woordelijk en ook opgenomen. En enzovoort, enzovoort. Ik kon heel Groningen mee genieten. En 8 jaar lang. En toen is nog een keer de NCV bij me geweest en die hebben een filmpje gemaakt van achter de voordeur. En dan moesten mensen eigenlijk raden van wat voor persoon leeft achter deze voordeur. En wat voor man is dat? Hè? Dus, het werd eigenlijk uiteindelijk gewoon een hele documentaire. En die heeft heel lang op uitzending gemist gestaan. Maar die staat er nu niet meer op. Maar die wordt er wel weer opgezet, heb ik begrepen. Van heel veel mensen willen dat nog wel een keer weer zien, zeg maar. Dat ja, film. Ik ook. Ik ook. Dat kan ik het zien. Want dat is juist leuk. Ja, wordt er vast ook weer opgezet. En het is een hele leuke opname. En dat is echt heel mooi. Maar als je dan kijkt op Google opname Daan Akkerman achter de voordeur, dan word je daar wel naartoe geleid en dan zie je wel even een paar foto's, maar nog niet helemaal het filmpje. Maar dat komt vast en zeker wel weer. En als heel veel mensen daarna gaan vragen, dan zetten ze hem wel weer online, hoor. Dus dat doen ze sowieso. En wat waren de reacties eigenlijk, Daan? Want u bent eigenlijk van tussenhuis achter de voordeur en ik wellicht een bekende Nederlander, terwijl u in de regionale televisie als paragnost bezig was. Klopt dat? Ja, ik heb ook al RTV Noord ben ik al een paar keer geweest in een uitzending. En ook wel bij Oog TV in Groningen, die trouwens hoog aangeschreven staat, omdat ze hele goede filmpjes maken. En ik ben wel vaker op de televisie geweest, ook wel een keer eerder bij de NCV of KRO, geloof ik. Een keer met Jelle Veeman uit Friesland, maar zo'n jaren geleden, hoor. Ik heb een keer in een programma gezeten. Dus ja, ik doe zoveel dingen wel. Maar als ik gevraagd word, dan doe ik dat. Als ze mij niet vragen, ik ga me niet verkopen, zeg maar. Ik maak geen reclame voor mezelf of wat dan ook. Nee. Ik denk gewoon mensen die naar me toe moeten komen, die komen wel. En die niet moet komen, die komt niet. Dat is allemaal prima. Wat zijn de reacties geweest toen de tijd? Gingen mensen u herkennen? Heel positief. Ik heb eigenlijk geen enkele negatieve reactie gehad. Ja, er zijn altijd mensen die het niet geloven, weet je, maar dat hou je toch. Hè? En ik wil ook niemand iets aanpraten. Ik praat mensen ook geen geloof aan. Ik weet zelf op wie ik ben en ik weet wel wat ik doe. En
En iemand die het niet niks vindt, dat vind ik ook prima. En iemand die het wel wat vindt, vind ik ook prima. Dat vind ik niet interessant. Ik hoef mezelf niet te bewijzen, zeg maar. Er zijn bewijzen genoeg. En iemand die dat niet wil geloven, die gelooft het dan maar niet. Dat vind ik ook prima. Dus ik hoef geen zieltjes te winnen. Je bent gewoon lekker uzelf en daarmee moet ze het doen. Ja. Dit is het menu en meer krijg je niet. Hey, je kan een bak koffie krijgen en dan ga je naar huis gaan. Ja, maar dat is het voor mij ook natuurlijk. Ik kan alleen maar tegen mensen zeggen wat ik doorkrijg en wat ik zie. En dat is het dan. Hè. Ik kan er niet meer van maken. Hè. Als iemand zegt van nou vertel me nou maar even de lottogetallen. Ja, dat kan ik dan niet. Hè. En, jammer nou. Ik wou hem dit weekend invullen. Er was wel een keer een jongen in Duitsland. Er was een jongen die stond op de kermis met een kermisattractie. En die zat altijd in de knoei met financiën. Hij zegt, heer Akkerman, wat moest ik doen om maar bessere financiën te krijgen? Ik zeg, nou, dat moet je de lotto invullen. Hij zegt, moet je altijd de lotto dezelfde getallen invullen. Iedere week dezelfde getallen en dan komt er vanzelf een keer bij je. Hij zegt, is dat zo? Ik zeg, vast en zeker. Dus als je me lang genoeg volhoudt. Binnen 3 maanden had hij 1 miljoen gewonnen. Ik heb er niets van gekregen. Geen sens. Hij heeft het wel verteld. Dus ik heb 1 miljoen gewonnen. En dank voor de tip. En bla bla. Nou, geen cent gekregen. Niks. Maar ik dacht nou. Flauw hoor. Ja. Oh, dat nee. Vind ik zo flauw. Nou, maar zo zijn mensen over het algemeen. Als ze hebben wat ze willen hebben, dan zijn ze alles vergeten. Dus ik had ook een keer iemand in Duitsland. Een man die had een heel groot proces aan zijn beroep van zijn werkgever. Ik zei, nou, als je dat zo en zo en zo doet, ga je er allemaal winnen. En hij heeft een bedrag gekregen, ook over miljoenen, maar had een hele hoge functie. En zegt, als ik dat win, dan krijg je een heel groot bedrag van me. Nou, hij is nu al overleden trouwens inmiddels, maar ik heb nooit een cent gezien hoor. Dus als mensen een keer hebben wat ze willen hebben, dan zijn ze dat allemaal vergeten. Dus, maar dat geeft niks. Zo zijn mensen. Ik weet er van tevoren wel dat dat toch niks wordt. Maar dat geeft niks. Nee. Heeft u contact gehad met de familie? Ik krijg nog geld van jullie. Nou, dat wil ik niet eens, joh. Als dat niet uit mensen zelf komt, dan ga ik er helemaal niet achteraan. Ik heb al zoveel mensen geholpen. Met honderden. Ja, ja dus, en dat is ook mooi. Dus, hè? Ik bedoel, dat mensen dan, hebben geholpen. En ja. Dat het is dan waar ook. Hè? En dat heb ik zelf in mijn ding, dat ik wel eens zeg tegen mensen, kijk uit voor die persoon. En dan... Dat is dan niet gelijk een week, 2 weken, 3 weken, maar dan is het ergens in de toekomst. Ja. En dan blijkt dus gewoon gelijk te hebben. Maar er zijn ook wel dingen die vind ik zelf dan onvoorstelbaar, maar dan zie ik dat en krijg ik dat door. Dat was in Turkije, ik geef ook wel consulten in Istanbul en ook wel in Londen en in Duitsland, Hamburg en München, overal wel hoor, in heel Nederland, in Amsterdam ook. Maar er zijn zo'n ongeveer 90.000 mensen bij me geweest door de jaren heen. Ik was in 1997 in Istanbul en daar kwam een vrouw bij me en die is zangeres. En Sertab Erener heet ze. En Sertab Erener die zat zo tegenover me. En ik kreeg bij haar een beeld van een beker, die hield ze vast en stond nummer 1 op. En om haar heen zag ik een hele krans van de Euro Songfestival. Ik zeg, op een Engels dan, ik zie bij jou dat je nummer 1 wordt bij de Euro Songfestival. Nou, zei ze, je kunt me nog veel meer wijsmaken, maar ze zegt, dat geloof ik niet. Ze zegt, van, ik ben een Turkse zangeres. Ze zegt, ik zing Turks. Ze zegt, hoe moet ik ooit? We zijn niet bij de Euro. We zijn niet bij de Euro Songfestival. Ze zegt, dat kan nooit. Mm. In 2003, dat kun je ook overal nazoeken. In 2003 is Turkije mochten veel meer landen meedoen met het Euro Songfestival. In 2003 heeft ze het Euro Songfestival gewonnen. Precies zoals ik het heb gezien. En dat heb ik toen al gezien. En ik zei dat tegen haar. Ze heeft erop verteld op de Turkse televisie. De burgemeester van Istanbul heeft me toen uitgenodigd. Die wou graag met me praten. En heeft hij ook gedaan. En dus zulke dingen zie ik dan gewoon. Maar ik kan alleen maar zeggen wat ik zie. Toen we... Wel heel Istanbul en al de zangers en zangeressen wilden dan wel heel graag de Euro Songfestival winnen. Dus die wilden ook allemaal consult bij mij. Maar ik zeg, ik kan alleen maar zien wat ik zie en meer niet. Ik kan niet toveren, weet je. Ik kan niet dingen in orde toveren voor je of ik kan niet dingen veranderen voor je. Ik kan alleen maar zeggen wat ik zie.
Maar goed, dat zag ik toen. Dat was toen al. Hè. Dus ja, en nou ja, dat is ook allemaal zwaar op wit hoor. Dat, maar ja, dat is toch wel heel bijzonder dat je dat dan ziet. Maar de beelden, maar dan is het wel onvoorstelbaar. Dan zeg je van, dat kan toch niet? Dus het is toch onmogelijk dat iemand, een zangeres uit Turkije, de Eurosongfestival wint. Terwijl ze helemaal niet bij de Euro horen en de Eurosongfestival in die tijd ook helemaal, er was ook niks van bekend, ooit, dus bij Europa zou horen of in ieder geval de Eurosongfestival zou deelnemen. Maar dat gebeurde dus wel. Nou, enzovoort, 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 enzovoort. Dus er zijn allemaal dingen dat je zegt van, nou ja, oké, dat gebeurt dan. En wat ik zie, dat zeg ik dan. En wat ik niet zie, kan ik ook niet zeggen. Maar ik vind het... Nee. Wel fijn om te doen hoor. Het is dus niet dat ik denk van, goh, ik vind dat niet leuk of zo. Ik vind het prachtig om te doen. Dus ja, het is niet echt werk, het is mijn leven. Ja, want dat snap ik ook wel. En is het gewoon dat u out of the blue iets ziet, zeg maar? Ja, heel vaak. Hè? Maar als je zegt van, nou, wat zie je nu? En dat heb ik ook al een paar keer tegen andere mensen gezegd. Die oorlog in de Oekraïne en Rusland, dat gaat heel plotseling ophouden. Ik denk deze zomer nog. Ik denk dat het in één keer heel snel over is, omdat de zinloosheid daarvan heel duidelijk is. En dat ze in één keer zien dat het geld opraakt overal en dat het geen enkel nut heeft. Ze schieten elkaar eeuwig om de oren. Nou, daar komt geen einde aan. En ik denk wel dat of Turkije of China zich als grote vredestichter daartussen zet. En dan zeggen we, nou, we moeten een nieuwe grens... Even wachten, Daan. Ja. China als grote vredestichter daartussen komt... Of Turkije, maar of beide. Maar in ieder geval, dan in één keer worden er nieuwe grenzen getrokken. Wat Zelensky eerst helemaal niet wou. Maar ja, dan worden de bommen toch allemaal een beetje te duur. En de tanks, et cetera. En dan gaan ze dus eieren kiezen voor hun geld. Eigenlijk een beetje van beide kanten. En dan is het over met het feest. En dan is daar dus, en dan moet alles weer opgebouwd worden. Daar wordt weer heel veel geld aan verdiend. De dam moet weer dichtgemetseld worden. Het land moet weer bewerkt worden. De gebouwen moeten weer opgebouwd worden. De schade die ze hebben, die moet weer hersteld worden. Nou ja, dan mogen wij met elkaar betalen natuurlijk. Dat doen we nu ook al. En dan in één keer, dat is dan een vereiste van Oekraïne. Dan moeten ze bij Europa horen. En dat zeggen ze dan ook tegen Rusland. Wij eisen dat we bij Europa horen. En dan hebben we Oekraïne er toch nog bij. Maar we hebben toen een keer... Een stemming gehouden in Nederland dat we dat niet wilden. Maar daar wordt niet naar geluisterd, dat wordt gewoon gedaan. Dus ook de democratie wordt weer met voeten getreden. Hè? Voor alle Nederlanders mochten toen in de referendum kiezen van wat willen we? Oekraïne bij Europa of niet? Nederland heeft bijna unaniem besloten dat we dat niet wilden. En wat doen ze? Gaan ze wel doen. Dus dat betekent dus... Toch dat... heb ik daar een hele positief gevoel over dat het niet gaat gebeuren, omdat dat deel officieel Russisch grondgebied is. En het heeft natuurlijk met heel ver geschiedenis te maken met de Khazariaanse maffia en geschiedenis. Dus... heleboel mensen, ja, weet je wat het is? De ene zegt wel, de andere niet. Ik heb zelf het gevoel dat niet zover kan gebeuren. Ja. Ik hoop dat je gelijk hebt. Dus ik hoop dat het zo is. Dat ze er niet bij komen. Want ik zit er zelf ook niet op te wachten. Maar ja, wie weet. Nou, we gaan het zien. We gaan het beleven. Dan komen we daar vanzelf achter. Maar in ieder geval, die oorlog die houdt in één keer heel plotseling op. En dat, daar ben ik wel blij om. Niet voor die machthebbers, van die interesseerden mij 0,0. Maar voor de mensen. Ja. Voor die mensen. Ja. Zo medelijden met die mensen, met die dieren daar, en met die natuur, en met al die cultuur, wat allemaal opgebouwd is. Het is verschrikkelijk. En dat vind ik heel erg. Dat vind ik het ergste. Maar die machthebbers kunnen mij wat, hoor. Ja. Maar, u bent ook eventueel misschien bekend met de BRICS-landen. Ja.
Dus ik denk dat van die kant ook veel positieve beweging gaat komen. Ja, wat om gaat een, komen. Om een eerlijkere valuta over heel de wereld te krijgen. En dat iedereen gewoon normaal kan leven zonder oorlogen en dat soort dingen. Ik denk dat er heel veel dingen nu ook al zich uitvouwen over alles wat er gaande is. En dat, het is heel moeilijk, het is zwaar, het is soms dat mensen denken, oh, komt het wel goed? Ja, het komt uiteindelijk goed. Ja. Alleen, de vraag niet is of, maar wanneer. En ook de bevolking vanuit zichzelf moet zeggen, ja, maar wacht even, dat willen we niet. We willen nu het heel anders hebben, we willen het zo en zo hebben. Ik denk dat vanuit verschillende landen in de wereld, vooral ook op Nederland, heel veel druk wordt uitgeoefend om het hele podcast daar weg te krijgen en volledig nieuwe mensen met een onbekend, met een eerlijke blaam daar neergezet gaan worden. En dat je dan verandering gaat krijgen in het kiesstelsel, in alles. En ook de heer, en het heeft ook met de heer Joe Biden te maken. Sinds dat die man op de zogenaamde stoel zit, terwijl Joe Biden, ja, wie wat het is, weet ik niet. Wie is Joe Biden? Zal hij zelf ja, weten wie die is? Ik denk het niet. Ik heb er zelf geen actieve herinneringen aan, Daan. Maar ik zie gewoon zoveel dingen en ik weet ook zoveel dingen ervan. Gezien ook de verkiezingen in 2020 die vervalst zijn en gefraudeerd zijn, dat uiteindelijk wie er ook dan uiteindelijk hem gaat vervangen, dat maakt even niet uit, nee. Maar dat daar iemand op positie komt staan te zitten die uiteindelijk met de rest van de wereld een fatsoenlijke wereld wil opbouwen. En u weet zelf ook wel, als we de wereld weer opnieuw gaan opbouwen, dat kost tijd, kost steen energie. Ja. Maar het heeft allemaal profijt voor ons, maar vooral voor onze kinderen en de generatie daarna. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, maar dat is natuurlijk wat je ziet. Hè? Je ziet ook dat Amerika en die BRICS-landen, dat wordt natuurlijk een valuta waarbij, en dan moet je niet vergeten, dat heel veel mensen daarin gaan beleggen. Dus mensen die de euro niet meer vertrouwen, die gaan beleggen in de BRICS. En als je in die valuta gaat beleggen en die wordt heel sterk en de euro wordt heel zwak, dan valt die euro weg en dan moet de euro de dollar overnemen. En dat kunnen ze niet, van Amerika is al lang failliet, die is meer dan failliet, die is bankroet. Dus dat betekent, in de euro is eigenlijk ook al bankroet, van ze hebben zoveel geld bijgedrukt, en daarvoor hebben we ook zo'n enorme inflatie. Dus al die mensen die een beetje kunnen beleggen, die gaan beleggen in die BRICS-valuta. Ja. En dan is het echt over met de petrodollar en dan is het echt over met de euro, hoor. Dus, en ik denk dat de beste move is die ze kunnen maken. En dan heb je een hele sterke valuta. En dat heb ik ook ooit voorspeld. Staat trouwens ook in het boek van de grote omwenteling naar de nieuwe tijd. Dat er een wereldvaluta komt. Die zowel digitaal als materieel, stoffelijk en fysiek werkt. Dus die kun je beiden nemen. Dus eigenlijk een soort bitcoin die sowieso stoffelijk fysiek is, als ook wel digitaal is. Ja, en ik heb zelf ook het idee dat edelmetalen weer de toekomst gaan krijgen. En dat alle landen, alle 209 landen en districten in de wereld uiteindelijk allemaal op één valutebasis zijn. Dus als je bijvoorbeeld een bloemkool koopt in Nederland en in Duitsland, is die net zo duur als in België, als in Frankrijk, overal. Waardoor ook bijvoorbeeld landen in Afrika daar nog meer van gaan profiteren. Want die zijn juist de afgelopen decennia lang, zijn die kaal geplukt. Helemaal legaal, maar helemaal leeggehaald. Ja. Dat is de bedoeling, hè? Dus je moet je voorstellen dat zo'n ziekte ooit als HIV of AIDS is ontwikkeld in Afrika om alle Afrikanen om te brengen en dat alle West-Europeanen alle grondstoffen zo konden opscheppen.
Nou, dat is mislukt. Dat is overgewaaid naar mezelf toe. Dus dat was het eerste probeersel om al die grondstoffen te krijgen. Maar ja, China is veel slimmer. China die doet dat ook in Afrika. Maar die legt daar ter plekke fabrieken en infrastructuur aan, airports aan. Die zijn veel slimmer. Die bieden die mensen ook iets. West-Europa en Amerika wou alleen maar iets ophalen. Kijk maar waar Amerika oorlog maakt of de oorlog faciliteert. Dat zijn allemaal landen waar gas en olie is. Als er geen gas en olie is, zie je die Amis ook niet. Dus dat heeft alleen maar te maken met geld en met handel en met macht. En die mensen interesseert zich helemaal 0,0 voor vrede op aarde. Dat zijn allemaal woorden, maar dat hebben ze niet. Dat interesseert hen ook niet. En dan hebben ze zo'n demente bejaarde in Amerika, die Biden. Die man die weet niet eens of hij van voren of achter nog leeft. Weet je? Dus denk ik van, ja, dat vind ik erg genoeg hoor. Ik vind het heel erg dat die man dement is. Maar die kun je toch geen president van Amerika laten zijn. Of misschien juist ook wel, want die doet precies wat je zegt. Volgens mij loopt hij gewoon met de oortje en krijgt hij al zijn opdrachten linksaf, rechtsaf. Kijk op je papiertje, dit moet je nu zeggen, dat mag je niet zeggen. Ja, of het valt van de trap af. Ja, ja, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ja, maar ik denk dat het ook bewust is, Daan. Want je kan alleen maar de mensen laten zien wat goed is, hè, zoals van 2016 tot en met 2020. Dus tussen 2020 en 2024, wat is daar nou het verschil? In 2016 tot 2020 is er geen één kogel in de wereld ingevlogen. Geen één kogel. Er is alleen maar vredesverdragen versloten. Er zijn een heleboel executive orders ondertekend om de mensen in de wereld te helpen. En 2020 tot en met 2024 is best wel zijn best wel shitjaren, om het even zo netjes te zeggen. Nou is shit natuurlijk niet zo netjes hoort, maar voor de YouTubers kan het misschien nog net. Maar, de Amerikanen zeggen wel crap hoor. Ja, crap. Ja, maar weet je, je kan het alleen maar laten zien. En mensen die allemaal 2020 stonden te zeggen dat de mensje Dojo de macht tussen aanhalingstekens greep. Ja, weet je, en die dachten allemaal dat Mr. T allemaal zo slecht was. Ja. Die hebben zich laten indoctrineren door het nieuws. Ja. Terwijl als je open en eerlijk bent en gaat kijken, en er zijn verschillende documentaires overal te vinden op internet, waar je gewoon dingen kan zien die echt de waarheid spreken. Alleen dat wordt niet altijd op YouTube getoond. Oh nee hoor, heel veel dingen die zijn zoals ze zijn, worden niet getoond. Heel veel censuur, helaas. Maar ja, dat weten we allemaal. Maar daarvoor komen er ook steeds meer kanalen, zoals jij nu ook hebt. En zoals heel veel mensen hebben. En die gaan naar buiten, podcast en dit soort kanalen. Er komen steeds meer bij. Ik was ook wel eens bij Eva van Zeeland. En dat is gewoon heel goed dat mensen geïnformeerd worden. En steeds meer mensen, dat weet ik, die worden wakker. Je krijgt zoveel mensen op consult. Weet je, er zijn door de jaren heen zo'n 90.000 mensen bij mij op consult geweest. Ongelooflijk. Ja, en zoveel mensen die tegen mij zeggen wat ze hiervan vinden. Maar heel veel mensen praten daar niet in het openbaar over. Maar ze moesten dus weten hier in Nederland, ook de regering, hoeveel onvrede er heerst. Dat is ontzettend veel. Heel veel mensen die boos zijn en teleurgesteld zijn en verdrietig zijn. Heel veel mensen die hun familie in die coronatijd hebben verloren. Hun ouders hebben verloren in de verzorgingstehuizen. Hun kinderen die van de flat zijn gesprongen omdat ze het niet meer zagen zitten. En dan als coronadoden werden genoteerd terwijl als we onderaan de flat lagen, enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen die niet in het nieuws komen, waar die mensen ook heel boos over zijn. Die zeggen, mijn zoon is helemaal niet aan corona overleden. Die is door de lockdown overleden eigenlijk. Van die mocht niks meer en nergens meer heen. Nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk voor zulke kinderen ook verschrikkelijk. Als ze dan maar een heel klein beetje depressief zijn en dat komt erbij, ja, dan springen ze van de flat. Bijvoorbeeld, of in het kanaal. En dat soort dingen werd dan helemaal niet genoemd. En dat werd dan allemaal als coronadoden weggezet. En die ontevredenheid, die is niet uit de wereld genomen. En het is ook niet
mensen hebben het er nog steeds over. Maar waarom? Omdat ze niet zijn vergeten. Het is niet vergeten, hoor. Zelfs het kwartje van Kok is nooit vergeten. Mensen hebben het daar nog steeds over. Het is lang geleden, maar ze hebben het er nog steeds over. Zeggen, je moet jaren 90, hè? Je moet nog altijd een kwartje van Kok terug hebben. Weet je, zijn we ook bedrogen. Dus dat bedrog is heel groot. En ze blijven ons maar beliegen en bedriegen. Verliegen en bedriegen. Maar even terugkomen op die verkiezingen in Amerika. Maar datzelfde hebben we in Nederland meegemaakt. Datzelfde trucje achter, dat kunnen we in Nederland ook wel. En dat zijn de briefstemmingen. Kijk, alles wordt natuurlijk fysiek gestemd. Dan wordt het digitaal geteld. En daar gaat het mis. En dan komen, als ze niet uitkomen, wat hun zin is, dan komen in één keer de briefstemmen erbij. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Alle briefstemmen stemmen in één keer in Nederland alleen maar D66. En er is ineens geen afspiegeling meer van de maatschappij. En dat is toch een fenomeen dat alle briefstemmers D66 stemmers zijn. En in Amerika was dat precies net zo. Alle mensen die briefstemmers waren, waren in één keer allemaal Biden stemmers. Maar dat kan toch niet waar zijn? Een stemming, ook per brief, is altijd een afspiegeling van de maatschappij. En daar kan je wat grappigs vertellen? En D66 heb 4800 YouTube-volgers. 4800. Ja. Het is een van de kleinste partijen van Nederland. Ze zijn gewoon door bedrog zijn ze gekozen. Dat is puur bedrog, dat kan niet anders. Dus die briefstemmers, dat was allemaal briefstemmers die ze zelf hebben gecreëerd. En al die briefstemmers zijn gewoon digitaal geteld. Nou, daar kon je rustig een 1 voor zetten, dat maakte niks uit. En dan hadden ze 1 miljoen stemmen, zeg maar. En dan waren ze dus 1 na grootste partij. En dat kon dan wel. En zo doen ze dat. En dat hebben ze in Amerika precies net zo gedaan. Het is gewoon puur kiezersbedrog. En het is puur stemmingsbedrog. En dat is dus uitgevoerd. En Mr. T, om hem zo maar te noemen, dat vind ik mooi dat je hem zo noemt. Maar Mr. T heeft er ook gezegd. Maar dat werd gecensureerd. Hij zei zelf, het is geen afspiegeling van de maatschappij. Hoe kan het nou dat alle briefstemmers ineens op Biden stemmen? Hij zei, dat is toch onmogelijk? Dat kan toch niet? Ja, en het grappige is, er waren mensen die gestemd hebben, die kwamen uit 1850 of zo. Ja. Dus die waren al 150 jaar oud. Ja, ik vind het knap. Ik heb het gehoord. Maar ze hebben gewoon allerlei mensen uit de kast getrokken. Of dood of niet dood, van het kerkhof af. En die hebben ze allemaal een stem gegeven. En Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. Het is echt heel bijzonder wat er allemaal zo plaatsvindt. Ja, maar als je nu weer verkiezingen krijgt met die enorme tweespalt in zo'n land, dan krijg je een guerrilla-oorlog in Amerika. Want daar zijn ze niet zo braaf zoals in Nederland. Die mensen hebben allemaal een geweer in huis liggen. Die hebben allemaal een mitrailleur liggen. Kunnen ze allemaal kopen, hè? Zonder meer. Moet je zien wat daar dan gaat gebeuren. En dat is dus een groot probleem. Ze weten niet waar ze op afstevenen. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling om dat te doen. Hè? Dus ik denk dat dat voorkomen wordt doordat Mr. T natuurlijk eruit spreekt. Ja. En op verschillende nieuwskanalen in Amerika. Dus ik denk dat dat wel voorkomen gaat worden. Nou, want de Amerikanen weten dat. De Amerikaans leger weet als de Amerikanen hun wapens oppakken. Dan is het eindoefening. Een heel groot probleem. En dat is niet de bedoeling. En zeker niet in de tijd van Aquarius tijdperk, denk ik. Want het is heel vervelend om te zeggen, maar ja, het is niet anders. En voor degene die pas op mijn kanaal zitten, of niks weet van stemmingsfraude, kijk op mijn YouTube kanaal, want daar staat ook de 2000 muilezels op. Ga die kijken, want het gaat over de verkiezingsfraude in Amerika. We hebben vrijbrief gekregen, allemaal, dat dit soort dingen op YouTube mogen blijven staan. Gelukkig maar. Fijn dat YouTube dat doet. Want het is heel erg nodig dat dit soort dingen naar buiten komen.
Ja, maar dat is echt zo, Danny. Heel veel mensen zijn wakker geworden. Heel veel mensen weten dat. Het is niet dat wij het er nu over hebben en dat wij dat allemaal weten. Maar er zijn duizenden mensen die dit allemaal weten. En dat is heel goed. En wij, nou, ik zal zeggen, zeg het voort, zeg het voort. En dan worden nog meer mensen wakker. Maar we gaan naar een hele goede tijd. Dat is het mooiste Absoluut. Verhaal. En, ja. Heel veel dingen lossen op en ja, we krijgen een wereldvaluta die wel eerlijk is. We krijgen een heel andere wereldhandel daardoor. En de grote machthebbers die storten toch in. En ik heb altijd gezegd, ja, China en Rusland gaan nog een keer samen doen. En die gaan elkaar steunen. En Amerika, dat is eigenlijk een hond zonder tanden. Hij blaft wel, maar hij kan niet bijten, want ze hebben geen enkele macht meer. En ja, landen zoals een beetje Turkije en zo, die zitten er allemaal een beetje tussenin, die spelen mee. Maar Europa is een grote fout, of Europa is geen fout, maar de Europese Unie is een hele grote fout. Dat is de grootste fout die ze ooit konden maken. En dat komt door die machtsspel dus, dat komt niet... Ja. Kijk, in wat ze voor mensen doen, hè, dat ze een stekkertje uitvinden die overal gelijk is. Nou, dat kan ieder kind wel bedenken. Hè. En dat ze op zout, wat miljoenen jaren oud is, en nooit anders wordt dan zout, een houdbaarheidsdatum bedenken en zetten. Daar moet je ook wel heel erg intelligent voor zijn. Hè. Dan heb je zout en dat is al miljoenen jaren oud en dan zet je een houdbaarheidsdatum op. Dat zijn hele intelligente mensen daar in Brussel, dat kunnen ze wel bedenken. En op water, ja. En op water ook, hè. Als je een flesje water koopt, dan staat de houdbaarheidsdatum op. Heb je wel eens gezien? Ja. Water is altijd al water en water blijft altijd water. Dus, en dat bedenken ze in Brussel. Er zit iemand achter een bureau die dat bedenkt. Hè. Die heeft dan ook, ja, ik denk, een basisschool gehad of wat hebben ze gehad? En die bedenken dat ze een houdbaarheidsdatum opzetten. Vaak een verpak koffie ook. Dat is 1 jaar houdbaar. Moet je voorstellen. Nou, vaak een verpak koffie, dat kun je maar 100 jaar bewaren. Maar goed, oké, dan is hij 1 jaar houdbaar. En dan moet je het wegflikkeren. Dat is voor de economie. En dan denk ik van, wat voor mensen zijn dat die dat bedenken? En dan hebben ze het over het milieu. En dan willen ze het milieu dienen aan de ene kant. En de andere kant zeggen ze van ja, maar dat zout moet je weggooien na 1 jaar, want dan is het over datum. En dat water moet je weggooien, want dan is het over datum. Dat is allemaal miljoenen jaren oud. Water wordt nooit anders dan water. Nee, zout wordt nooit anders dan zout. En dan, nee, wel een flauwe opmerking hoort dan. Ja. En daar zitten de houdbaarheidsdatum op. Hè? Dus, nou, dat soort mensen zitten in Brussel van ons geld. Juist. Die betalen wij. En zo intelligent zijn ze. Dus, ja, absoluut. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ze zijn super intelligent, echt waar. Ik vind het echt knap dat dat mensen dat kunnen. Dat ze zout op een datum kunnen zetten. Water op een datum. Wellicht misschien alleen... Als het in het pak zit, dat je het misschien wel een bepaalde tijd moet bewaren, dat je het dan... Hoe zit dat dan, Daan? Bijvoorbeeld een barleduc. Zout wordt nooit anders dan zout. En water wordt nooit anders dan water. Als het niet verdampt en als het is opgesloten in een container, dan gaat het, en dan gaat er niet uit. Ja, dan blijft het water altijd water. Als je het in het zonlicht zit, dan wil het nog wel eens een beetje vermengen met het plastic waar het in zit, als je het in plastic hebt. Maar als je het in glas hebt, niet. Dan blijft het in glas zitten. Als het maar donker staat en als het maar gewoon nergens heen kan, als er maar geen zuurstof bij komt, dan blijft er altijd water. Als je het openzet, ja, dan gaat het verdampen of dan gaat het verkleuren. En dan moet je het wel binnen 2 dagen opdrinken, anders bederft het, hè? Ik zeg tegen iedereen die niet wil geloven wat er allemaal in leidingwater zit. Ze pakt maar 2 glazen, gelijke glazen. Zet ze maar naast elkaar op de vensterbank. In de een doe je leidingwater, in de ander doe je bronwater. Echte bronwater, hè? Dus Evian of zoiets. En dan zet je naast elkaar. Dan ga jij heel snel zien, ontzettend snel zien, wat dat leidingwater doet en wat de bronwater doet. Nou, de leidingwater kun je na een paar dagen aardappelen in poten. En die blijft gewoon water. Dus
Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik heb 8 jaar in de politiek gezeten, in de gemeentepolitiek. Ik vind politiek heel erg interessant. En ik heb altijd zoiets van, ja, ik vind het leuk om me bezig te houden. Maar het is ook helemaal, net als in de kleine, de gemeentepolitiek is het ook zo. Koppen tellen, stemmen tellen en dan je wetjes er doorheen drukken. In Nederland doen ze dat in het groot ook. Gewoon tellen. Kunnen we deze wetten doordrukken? Ja, het lukt. En dan maakt het niet uit of de helft van Nederland er tegen is of niet. Als ze 1 keer gekozen zijn, zijn ze alle burgers vergeten. Ook de stem van de burgers vergeten. Ga je protesteren, word je in elkaar gemapt door de EME. En dat is het dan. En dat is dus Nederland. Het is eigenlijk een soort politiestaat geworden. En je hebt gewoon maar te luisteren wat zij vinden en of je nou hun heb gekozen of niet, dat maakt het niet uit. Dus dat gaat allemaal veranderen. We krijgen een heel ander Nederland. Maar we moeten hier even doorheen. Ik vergelijk het altijd met een steenpuist. Je hebt een steenpuist. Steenpuist. En die groeit en die groeit en die groeit en doet pijn. Ja. Op de dikke ertenkop op. En daar zitten wij nu in. Dus eigenlijk is Nederland nu een steenpuist. Ja. Die aan het exploderen is. En als die is doorgebroken, dan pas wordt het beter. Dus we moeten hier even doorheen. Het doet wel wat zeer. Misschien kunnen we er een gezalfje op smeren, een pleistertje erop. Voelt het net even iets beter. Maar we moeten er doorheen. Maar, dat weet ik zeker, we komen er ook doorheen. Juist. Ja, inderdaad, dat geloof ik ook wel. Wat dat betreft is dat... het is een kwestie van tijd en dat is ook gewoon belangrijk. Hou je kop recht en wees vol vertrouwen. En het leuke is, Daan kan het zo mooi vertellen wat dat betreft. Even kijken, wat ik eigenlijk wil vragen, of je de volgende keer wil terugkomen bij People United? Jazeker, heel graag zelfs. Hartstikke leuk. En nog wat andere items die ik ook graag een keer zou willen bespreken. Ja, hartstikke leuk. Wat denk je bijvoorbeeld van orgaantransplantatie? En wat denk je van dat soort dingen? En denk je van hoe gaan we daarmee om? En wat gaan we daarmee doen? En dat is nog zoveel meer over het milieu. En wat is er nou echt, dat milieu? En hoe zit dat nou eigenlijk echt met het milieu? Daar wil ik ook een keer over hebben. Wat zegt de kosmos daarover? Want die hebben daar wel allemaal dingen over gezegd. En ook hoe wij worden gemanipuleerd en in angst worden gebracht. Dus die Al Gore in die tijd, de zeespiegel stijgt zo snel, en de poolkappen smelten allemaal. En nou zijn de poolkappen niet gesmolten, maar zijn ze gegroeid. Daar hoor je niemand over. Ze zijn helemaal niet gesmolten. Er is vastgesteld dat ze weer zijn gegroeid. Daar komt dat nou in 1 keer vandaan. Hè? Ja. En dat soort dingen, weet je, maar daar hoor je niemand over, want dat past niet in hun milieustraatje, hè? Nee, dat... Nou, zo kun ik er al een paar. Zo kun je wel blijven doorgaan. Voordat ik ga afsluiten, beste Daan, heb ik altijd nog 1 vraag. Want ik heb eigenlijk eerst in het begin gesteld van, nou, wie is Daan Akkermans? Maar u was zo lekker aan het praten. En mensen kennen u inmiddels toch wel, dus dat hoeven we niet meer te vragen. Maar ik heb nog wel altijd een eindvraag. Ja. En wat wilt u aan de mensen meegeven? Iets positiefs, iets bijzonders of wat dan ook. Ja, nou wat ik ook aan mijn cliënten meegeef, en dat vind ik zelf ook, daar ben ik helemaal van overtuigd. Wees altijd jezelf. Wees eerlijk en oprecht. Als je iets niet kunt zeggen, zeg dan niks. Je hoeft nooit te liegen. Want als je liegt, dat gaat altijd mis. Wees eerlijk in wat je doet. Wees eerlijk en oprecht wat je zegt. Hebzucht. Machtswellust, al dat soort dingen zijn allemaal wraak, haat. Het komt allemaal op jezelf terug. Doe dat nooit. Wees vergevingsgezind. Laat mensen hun waarde. Ook mensen die niet respectvol naar jou zijn, wees wel respectvol naar anderen. Blijf vriendelijk of distancieer je. Maar ga er niet mee in debat. Ga niet mee in beter weten. Als iemand denkt dat hij het weet, nou laat die persoon erbij. Dat is prima. Dat geeft niks. We zullen het zien.
En die vergevingsgezindheid, eigenlijk die liefde die we voor elkaar hebben, dat maakt een betere wereld. En als we elkaar naar het leven gaan staan en gaan haten en beter weten en wraak uitoefenen, dan maken we de wereld alleen nog maar slechter. Dat gaat alleen maar harder naar beneden. Het gaat daardoor ook sneller, hoor. Dus wat dat betreft gaan we ook sneller in de transformatie. Maar het wordt er niet beter van voor jezelf. Dus want ik geloof, of ik geloof niet, maar ik weet het karma, hè, want dat is gewoon een feit, oorzaak en gevolg. Alles wat je zaait, zul je ook oogsten. Zaai je liefde en vergeving, dan krijg je het ook. Zaai je haat en wraak, krijg je het ook. Prachtig gezegd, Daan. Nou heb ik nog een mijnvraag. Waar kunnen mensen u vinden, zoeken? Uiteraard via de website. Heeft u nog andere platforms waar u te vinden op bent? Nee hoor, gewoon op mijn website www.daanakkerman.nl. En ik ben in Amsterdam, daar waar ik consulten geef. En ik ben in de stad Groningen, op het Herenplein, waar ik consulten geef. Herenplein staat ook op Monopoly, hè, dus dat weet iedereen wel, tegenover het Centraal Station. En ik geef consulten in de buurt van Apeldoorn in Klarenbeek. En dat is dus daar een oude boerderij waar ik ook consulten geef met ruime parkeerplaatsen. Ik vind de mensen heel leuk, daarmee mooi in het groen en mooi buiten. Dat is ook heel leuk. Dus dat is wat ik doe. En ja, ik geef af en toe cursussen in Nederland. Maar het staat allemaal op mijn website. Dus iemand die zegt van ik wil dat een keer even doorspitten. Er staan ook wel interessante artikelen in de website. Of op de website moet ik zeggen. Op de website over Egypte en dat soort dingen. Is ook heel leuk om te lezen. Dus, zeg ik graag tegen de mensen van kom een keer langs. Hartstikke mooi, dankjewel Dan. Nou beste mensen, we zijn zo middels bijna tot het einde van het programma beland. Ik heb ademloos naar Daan Akkerman geluisterd, want hij heeft deze man geweldig veel te vertellen. Zeer inspirerend en hartstikke mooi, recht op het hart. Vergeet één ding niet, vergeet sowieso niet dat we de boekenactie van Jannie Monshouwer over een week is verlopen. Je kan je daar nog voor aanmelden. 2. Abonneer op ons Rumble kanaal. Dat staat hier onder de comments. Er zijn altijd stukken of in een bepaald interview die ik daar volledig helemaal uitzend. En op YouTube hou ik het iets kleiner. Zoals vandaag. Dat maakt niet uit. Content komt op YouTube en de rest van het hele interview komt op Rumble. Dus wil je de hele interview van A tot Z zien wat Daan vertelt, komt het daarop. Het mooiste gedeelte van het hele gebeuren komt ook op YouTube. Dus ja, in ieder geval ga die ook op Rumble kijken. Want dat is ook belangrijk. Abonneer je op ons kanaal. Bezoek onze website. Zoek onze Telegram kanaal op. In ieder geval, we zijn op verschillende platforms zijn we te vinden. Dan wil ik in ieder geval nogmaals Daan ontzettend bedanken. Daan, geweldig, dankjewel. Wat een mooi interview vandaag. En heel graag gedaan. Super danken. People United, Unity is the only way. Daan Akkermans komt zeer zeker een keer terug bij ons in de uitzending. En dan gaan we over andere onderwerpen hebben. En wie weet is het misschien een keer leuk, Daan, dat mensen, als je dat leuk vindt, zich te zijn tijd kunnen aanmelden voor een Zoom met jou en mij. En dat ze vragen aan je kunnen stellen. Is dat ook iets? Ja, zou je dat leuk vinden? Ja, of inbellen of inzoomen. Dat zou wel kunnen hoor. Waarom niet? Hè? Dat, als je dat kunt delegeren, zeg maar, is het prima. Ja. Dat gaan we dat zeer een keer doen. En wanneer, dat weet ik nog niet. Dat moeten Daan en ik samen netjes met elkaar bespreken. Beste Daan, nogmaals, namaste, zoals ze dat zeggen. Dank je wel. Bedankt voor alles. En lieve mensen, bedankt voor het kijken. En people united, unity is the only way. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dank je wel.